Een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, stress, roken en overgewicht. Het zijn belangrijke risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Tijdens het CVRM Update Symposium op dinsdag 15 november vertelden verschillende experts uit het Hagen Ziekenhuis alles over de risicofactoren en de nieuwste behandelmethode. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement en daarin wordt beoogd om alle risicofactoren die leiden tot hart- en vaatziektes zo minimaal te reduceren. CVRM Update Avond organiseren we voor alle huisartsen, physician assistants, verpleegkundige specialisten, eigenlijk iedereen die betrokken is bij het begeleiden van patiënten die te maken hebben met verhoogd risico op hart- en vaatziekten door de risicofactoren die ze hebben. Hart- en vaatziekten vormen nummer 1 belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. En we hebben nog heel veel te winnen aan het behandelen van risicofactoren, onder andere hoge bloeddruk, hoge suiker, hoge cholesterol. Alleen gewaarwording van de risicofactoren is al een begin. Tijdens deze avond leren alle deelnemers in ieder geval wat de laatste behandelmogelijkheden zijn met de nieuwste medicijnen voor beperken van hart- en vaatziekten, zoals nieuwe middelen die de cholesterol doen verlagen, nieuwe middelen tegen hoge bloeddruk, nieuwe middelen als bloedverdunners en hoe mensen kunnen stoppen met roken en hoe ze zichzelf weer kunnen activeren, zeker na deze lange periode van COVID-pandemie waarin heel veel mensen zijn gedeactiveerd om ze weer in beweging te krijgen.